Dus dat is heel nice. Silke is nu boos omdat ik hem heb laten vallen. Ja, zou dit vaker doen? Ja. Jawel. Ja. Ik wil. Hoi en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vrijdag vandaag. De weekendfam begint wat eerder dit weekend. Jullie hebben mazzel. Wij zijn onderweg naar het Scheepsvaartmuseum. Do you have a zin in? Er is iets superleuks, iets nieuws. Oké, nu moet ik het goed zeggen. Virtual Reality Experience. Het is super nice, jullie gaan het allemaal zien. Wij zijn dus nu onderweg naar Amsterdam. Marco is gezellig mee. En ja, ik heb er zin in. We gaan het zien, hè. We zijn in Amsterdam en ik wil jullie even mijn toekomstige auto laten zien. Maar we zijn dus in Amsterdam. We gaan nu richting het Scheepsvaartmuseum lopen. We zijn aangekomen bij het Scheepsvaartmuseum. Je ziet het hier achter me voor een gedeelte, want het is mega groot. Hier zie je een bord. En op dat bord kan je precies zien waarvoor ik kom. Ik kom namelijk voor Dare to Discover. Dat is hoe het nieuwe avontuur heet. Je krijgt namelijk een virtual reality bril op. Die bril neemt jou mee terug de Gouden Eeuw in. En ik ben altijd mega gefascineerd over de geschiedenis. Haal dat het vet goede cijfer op school. Dus ik vind het echt heel tof om te zien. Ik ben heel benieuwd. En ik heb altijd al zo'n virtual reality bril om willen hebben. Oké, we gaan naar binnen, want het is vet koud. Wij zijn gewoon onder de indruk van de wc. Kijk even. Dit is toch vet? En dit? Wauw. Oké, plassen. Hier achter me zie je het schip. Oh, ja, het is zo groot. Het is bijna niet in beeld te brengen. Maar we gaan hier naar binnen en hier gebeurt alles. Echt zo onwijs mooi. Het is echt alsof het elk moment weg kan gaan varen. Wauw, zo gaaf. Dat is echt cool. Is de plek waar het allemaal gebeurt met de virtual reality brillen. Het ziet er heel galaxy-achtig uit als ik zo een beetje naar binnen spiek. Je krijgt dus zo'n virtual reality bril op. Een heel groot ding. En wanneer je dat opzet, word je helemaal mee terug de tijd ingenomen. Vind je het spannend? Ja. Ja. En het is mega galaxy-achtig. Heet wel iets weg van Star Wars of zo. Oké, nou, ik ga hier zitten. Ik ben dichtbij, dus je kan mijn hand vastpakken als het nodig is. Bovenop zit een wieletje, daarmee kan je het scherpte verstellen. We gaan zo meteen door de haven van Amsterdam in de 17e eeuw. Nou, als jullie misselijk worden, kun je de bril even afzetten. Ik wens jullie heel veel plezier bij de Dare to Discover. En bij het opstaan kijk uit voor je hoofd. Oh, heel gaaf. Ja, heel tof. Zo mooi. Ja. En af en toe heb je helemaal de neiging om te gaan zwaaien om ja, die mensen te pakken. Wat vond jij van? Ja, super gaaf. Super, ja, echt te gek. Onderweg naar de auto. Dit was zo gaaf. Het was de allereerste keer dat ik zo'n virtual reality bril op mijn neus had. Ik vond het zo te gek. Wat vind jij ervan? Heel cool. Echt het was heel erg cool. Je wordt dus helemaal meegenomen in die wereld. En ik ga niet te veel vertellen, maar je zweeft en je zuigt. En het is echt, het is alsof je er echt, alsof je er echt bent. Wij gaan weer op naar Hoofd. Thank you.
weer thuis. Ik heb net lekker gesport. Ik heb me ook gedoucht. En eigenlijk zou ik nog wel even terug willen in bedje. Oh. Ik ben gisteravond uit geweest. Ik had een heel leuk feestje. En ondanks dat ik niet drink, denk ik dan toch van... Oké, ik lag laat in bed, weet je wel. Een cola kater. Laten we daarop houden. Het was evengoed super gezellig trouwens. Ik heb het altijd gezellig. Dat eigenlijk. Ik zou wel nog wel even dat je zegt, even zo. Een paar uurtjes nog. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga naar beneden. Ik ga eten. Want het is 12:30. En dan ga ik aan het werk. Het is zaterdag 6 januari trouwens. Ik moet heel veel dingetjes doen achter de computer voor school. En voor YouTube. Morgen heb ik wel echt een hele leuke dag. Of tenminste, vandaag is ook een leuke dag hoor. Maar morgen ga ik echt iets leuks doen. Zeg ik nog niet. Dat zien jullie gewoon lekker morgen. Oh, dat vind ik zo lelijk. Dat je zo van een lange arm ziet. En ik heb trouwens een andere kleur haar. Het is gewoon een spoeling hoor. Voor degenen die het lelijk vinden. Dit gaat gewoon geleidelijk weer uit. En dan wordt het gewoon weer blond natuurlijk. En dit is mijn outfitje van vandaag. Een shirtje van LMTD. Die heb ik nieuw gekregen. Met weer heel veel andere dingen die jullie ook weer op mijn Insta gaan zien. En een nieuwe broek, jongens. Ik ben helemaal in love. Gewoon een H&M'tje hoor. Niet heel bijzonder. Hij zit vet hoog. Dus dat is heel nice. Minder lekker uit dan dat het is. Maar het is wel lekker. Wij gaan dus bijna op wintersport. Yay! En wij kijken elke dag nu op de webcam hoe het eruit ziet. En er ligt zoveel sneeuw. En het is vet mooi weer. Nice. Zin in wel. Ik zit achter mijn computer. Ik ga namelijk even wat dingetjes doen. Oké, het eerste heb ik af. Gaat lekker. Ik zit in die flow. Nu ga ik nog even een klein dingetje doen voor YouTube. En dan, ja? Ja, is goed. Yes. Ik edit het zelf altijd. Kijk, het gaat best goed het editen. Maar ik wil steeds beter worden en dat het steeds leuker wordt om naar te kijken. Dus dan kijk ik andere YouTube filmpjes van andere YouTubers die ik heel leuk vind zelf. En dan probeer ik dat soort dingetjes gewoon te zoeken. En een beetje na te doen. En hun zijn namelijk echt voorbeelden voor mij. Dus Silke en ik gaan nu naar de winkel toe. Gaan we op de fiets heen. En dan gaan we cakejes bakken. Wij zijn weer thuis helemaal verwijt. En we hebben even lekkere broodjes gehaald. Bij Pauwtjes. Love it. Ze waren in de aanbieding. En toen waren we buiten. En toen dachten we. Oh ja. Dus dat gaan we even maken. Dat ging allemaal helemaal volgens plan. Jij hebt het gedaan hoor. Ja, ik heb het gedaan. Hij viel bijna op mijn hoofd. En Silke is nu boos omdat ik hem heb laten vallen. Een hele grote glazen kom en nou is het erin. Overal ligt het. Alle hoekjes en gaatjes. En Silke die is bang, dus die gaat op de tafel staan. Ja, nou ben ik afgesloten. Mama die vindt het echt heel erg. Oh. Dus ik ga alles bij elkaar vegen en dan ga ik het maar stofzuigen hier. En dweilen, want het ligt overal. Het is weer opgeruimd hoor. Koken met Femke en Silke. Wel hè. Bak uitlepelen. Yes. Lekker een muziekje luisteren. Voor de rest doen we echt niet zoveel. Lekker. Als je ze nu laat vallen. Perf. Girls night. Goedemorgen. Ja, het is zondag. Ik moet heel zacht praten, want iedereen slaapt nog. Maar ik ga zo meteen een video opnemen samen met Silke, mijn zusje, en Jenny, mijn beste vriendin.
Die staat al online als jullie dit kijken. Daar heb ik voor gekozen zodat ik een weekje speling heb in de vlog. Dus ik zet nu een video online. En dan komt deze vlog gewoon een weekje later. Ik heb een superleuk shirtje aan. En ik heb gewoon mijn joggingbroek aan. Want die zie je toch niet op beeld. Dit shirtje heb ik bij de H&M vandaan. Eergisteren gekocht. Oké, nu ga ik even mijn haar borstelen. Want dat heb ik nog niet gedaan. Dan komt Jenny straks. Het is trouwens zondag 7 januari. Echt na weken is het eindelijk weer zo mooi. Hoe mooi is die blauwe lucht? Mooi knotje. Het is helemaal leuk. Helemaal mooi. Helemaal mooi. Oké, de video staat erop. Hoe vond je het, Jen? Ja, spannend, maar ik sta niet op de video. Het was zo leuk. Laat me vooral even weten wat je ervan vond. Ik vond het vet gezellig. Ik heb echt gelachen. Ja, ik vond het ook gezellig. Wel, hè? Ja, het gaan we dit vaker doen? Ja. Jawel. Ja, laat even weten wat jullie dan voor video's willen. Jenny is weer naar huis toe. En ik ben meteen maar gaan editen. Dan is dat vandaag lekker af. Dan kan ik dat zo meteen sturen naar een manager. En dan kan die hem alvast inplannen voor dinsdag. Dus die kunnen jullie lekker gaan kijken. En volgens mij is hij zo leuk geworden. Jenny is echt een van mijn allerbeste vriendinnetjes. Helemaal zin om hem te editen gewoon. Is toch leuk? En vanmiddag heb ik trouwens een date. Ja, deze girl heeft een date. Met wie? Met wat? Ga ik al niet zeggen. Dat gaan jullie misschien wel zien. We hadden niet echt de puntentelling bijgehouden. Maar nu ben ik aan het terugkijken. En we hadden gezegd dat Jenny heeft gewonnen. Maar eigenlijk heeft Jenny helemaal niet gewonnen. Het is gelijk spel. Maar hey, boeien. Als ik mijn video af heb, dan laat ik hem zelf wel eens kijken. Silke is de video aan het nakijken. Ik heb even eten. Gaan we zo meteen richting Schagen. Een afspraakje. Een date. Zo irritant. Dan zet ik boven. Er is Boemer de hele tijd aan het blaffen. Boemer! Opvoeden die hond. Wat doe je? Gek. Er is serieus helemaal niemand. Stoppen! Gekkie. Ja, ga daar eens maar eens even lekker aan snuffelen. Nou, en dan moet hij in de bench. Af. Ga eens af. Oké, tuurlijk. Ga maar niet luisteren. Daar niet, hè? Daar niet. Ik ga naar Schagen met mijn girls. Ja. Ja. Ik heb ze alleen verteld dat ik een date heb, maar nog niet met wie. Ah. Houden we nog even lekker geheim. Wij hebben het echt super koud, dus we zijn even aan het overbruggen in de Hema. Want wat gaan wij doen? We gaan kijken bij Sarah en Julia. Maar vrijwilligers kunnen niet vaak genoeg in het zonnetje worden gezet. Wij hebben bij het optreden van Sarah en Julia gekeken en het was leuk, hè? Ja. Het was heel leuk. Wij gingen vet aan het meezingen en iedereen deed super leuk mee. Het zag er zo leuk uit. Opgeruimd. Silke heeft koude tenen, dus ik ga. Oh! Ja, dus ze gaat op mijn rug. En nu heb ik dus een date, jongens. Want ik ga iets drinken met Sarah en Julia. Na elkaar heel lang niet gezien te hebben, gaan we nu eindelijk weer gezellig even wat drinken. Bij Wonders. Doei meisjes. Dag, doei. Tot de volgende keer. Ja, dus iedereen is getuige van onze afspraak. Ja. Oké. Ik ben weer thuis, maar ik moet dus nog huiswerk maken. En mijn huiswerk ziet er zo uit. Dat is mijn BFF. En ik moet haar gaan permanenten. En dat is echt het verschrikkelijkste wat er is. En ik zal jullie eens even laten zien hoe dat moet. Ik heb hier een hele tas vol met allemaal wikkels. Hierdoor heb ik dan een hele etui vol met heel veel kammen. En ik heb ook heel veel borstels en heel veel klemmen. Ja, nu moet ik het dus gaan indraaien. Vanmorgen had ik misschien ook eerder kunnen doen.
superleuk vandaag. Ik heb lekker met Sarah en Jules gegeten. Het was echt heel gezellig. We hadden elkaar super lang niet gezien. Nu ga ik lekker douchen. Daarna ga ik lekker naar bed, want ik moet morgen weer naar school. Ik wilde jullie nog vragen of jullie misschien nog leuke tips voor mij hebben. Ik ben natuurlijk net begonnen met echt vloggen. Dus als jullie nog leuke tips hebben, laat het me dan vooral weten. Want dan kan ik daar misschien iets mee. En dan kan ik misschien mijn vlogs leuker maken. Voor de rest wil ik jullie een fijne week wensen. Ik hoop dat jullie deze vlog weer heel leuk vonden. Dan doe ik even die duimpjes omhoog. En abonneer even op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgend weekend weer. Doei doei!